Een doorboorde neus en lip heeft Niels overgehouden aan zijn mishandeling. Hier lag ik en daar ben ik, voor mij is het een zwart gat wat we hier hebben. Het ging heel snel, het ging boem, 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 tot het hier. En dan kwam ik te aanrennen hier en toen zag ik hem alleen nog vallen, gewoon stel achterover zo, met zijn hoofd keren achter op de grond. Ik denk, die is de schedel gebroken of dat is helemaal fout. Die avond hing er een grimmige sfeer, waren er meerdere opstootjes en gebeurde het dus dat de beveiliger die hier aan het werk was behoorlijk zwaar mishandeld is. Ik hoor het allemaal uit verhalen en ja. Hoe is het om hier weer te zijn? Bijzonder. Ja, ja. We gaan er niet te veel op in, maar dan schiet ik weer vol. De politie heeft eerder 3 verdachten aangehouden, maar is nog steeds op zoek naar getuigen. We zijn echt op zoek naar ooggetuigen die ons nog redelijk nuchter kunnen vertellen wat ze gezien hebben, wie geslagen heeft en wat daar gebeurd is. En als mensen beeldmateriaal hebben of foto's hebben gemaakt of filmpjes, willen we dat heel graag ontvangen. En we zien bij hem echt heel lelijk letsel, waarvan wij ons afvragen van is dit met een blote hand gebeurd of is hier mogelijk sprake van voorwerpen. En dan kunt u denken aan ringen, sleutels of misschien wel wat anders. Niels wil zo snel mogelijk weer aan het werk, maar eerst moet hij thuis herstellen en verwerken wat er is gebeurd. Ik heb wel een groot impact. Ik laat hem niet uit het veld slaan door 1, 2, 3 mensen. Echt niet. Beveiliging is het mooiste wat ik kan doen. Ik heb altijd heel veel plezier in mijn werk. En we doen hier heel veel in de buurt. Ik sta altijd bekend om de krullen. Ja, er zit nu een heel groot litteken bij. Ja. So be it. Ondanks de pijn is Niels strijdbaar. Hij wil dat geweld tegen beveiligers, net als geweld tegen politie en hulpverleners, extra zwaar wordt bestraft. Ik streef er eigenlijk wel naar dat de overheid ook gaat zeggen van geweld tegen een beveiliger moet ook harder worden gestraft.